Goedendag, leuk dat u weer kijkt. Dit is Lansingland Actueel met deze keer... De bloemen van Piet voor de paus. Gaat Luca de marathon lopen? En kijken we naar een modeshow bij de Lakehouse. Piet van den Burg uit Berkel en Roderijs is bloemarrangeur van de paus. Ieder jaar met Pasen mag hij met een door hem samengesteld team het Sint-Pietersplein versieren, met Nederlandse bloemen. De voorbereiding hiervoor begon op Witte Donderdag in de tuinen van de paus. Ja, deze bloemarrangement hebben we speciaal gemaakt voor de balkonrand, dus waar vanuit de paus de zegen dus uitspreekt, om die daar op de rand te maken. En de paus zal er dus achter staan en dit is gekeerd naar de mensen die beneden op het plein staan. Dus deze moeten we, dan moeten we twee bakken leeg halen en dan deze rozia's vullen. Ja, ja. Oké. Okay. 82 bakken leeg. Okay. Voor een aantal rozen hebben we een verhoging gemaakt zodat het beter overkomt. Als die roos op de grond staat, dan zie je dat niet zo goed. Maar als ik het op een verhoog zet, dan komt het op zo'n groot pleinveld beter over. Dat is allemaal voorbereiding die je van tevoren moet doen. Dan kun je op zaterdagmorgen kan je het in één keer goed neerzetten. Vandaag is het natuurlijk heel veel lopen, heel veel tillen, sjouwen. En nu worden alle prachtige bloemstukken alleen maar mooier gemaakt. Nu moet het allemaal samenkomen. Dus nu ga je echt het resultaat zien van wat wij al de voorgaande dagen gemaakt hebben. Ja. Het is zoals ik het uitgedacht heb, zo wordt het nu neergezet en dat ziet er heel mooi uit. Gaat geweldig, jongens. Ik vind het heel mooi, Piet. Maar ja. Echt luxe, ziet wel uit. Ja, we hebben een lijst gemaakt met de indelingen. Maar ja, je zit soms met de hoogte van de bloemen die anders zijn dan dat ze... Ja. Je hebt een paar langere soorten bij, dat is... Weet je, en dit, die jongens gaan daar met een varenblad die aansluitingen maken hier. Met dit blad. Oh ja. Dus dan vul je het mooi op. Ja, daarom. Ik vind het mooi, hoor. Ja, nee, dat is hartstikke mooi. Ik vind het echt knap van je. Ja. Ja. De eerste paasdag op het Sint-Pieterplein is heel bijzonder. Je komt je ogen tekort om alles te zien wat er allemaal gebeurt. En ook de manier waarop de paus spreekt en hoe alles in zijn werk gaat, dat is echt een hele bijzondere dag. Ik denk dat iedereen, ook gelovig of niet gelovig, daar toch een kick van krijgt. Begin dit jaar kreeg Luca Marx uit Bergzoek enorm slecht nieuws. Er is een kwaadaardige tumor in zijn hoofd geconstateerd. Dan komt er een arts terug de kamer in, helemaal lijkbleek. En die zegt dan, je gaat echt een achtbaan in vanaf nu. En dat is ook echt wel het begin geweest bij mij, dat de achtbaan is begonnen. Dan stort je wereld in en dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met herstellen en behandelingen. En dan weet je eigenlijk ook nog niet wat het allemaal in gaat houden. 9 januari kreeg ik dan eindelijk de uitslag van wat het was. Dus een hersentumor. Dan weet je nog niet of het goedaardig of kwaadaardig is. Maar dan besluiten ze wel meteen te opereren. Dus de dag daarna heb ik meteen operatie gehad. En dan word je wakker van je operatie en dan is het eigenlijk juist een heel helder moment. Dan ik begon mijn zicht te verliezen. 9 januari heel extreem, dus dat ik echt wel heel wazig zag. En dan is 10 januari in één keer juist alles weer heel scherp. Hoor je in één keer beter, zie je alles beter. Pijn is weg, hoofdpijn is weg. En dan gaat alles nog beginnen. Dan een week later mag je weer terugkomen naar het ziekenhuis. En dan gaan ze je behandelplan vertellen. Vertellen ze dat je inderdaad een kwaadaardige tumor hebt. En dan is het allemaal in één keer wel een heel stuk serieuzer. De behandelingen vielen mij eigenlijk heel erg mee. Heel blij mee dat het zo was. Komt ook gedeeltelijk omdat ik dus bestraald werd in Groningen. En die behandelingen zijn ook wel bedoeld om inderdaad minder bijeffecten te hebben. Toen ben ik weer begonnen met hardlopen. En dan komt inderdaad niet zomaar weer het idee op om dan de marathon te gaan lopen. En de marathon is eigenlijk altijd wel iets wat op mijn jaarplanning staat. Ik loop me samen met mijn vriendin. Die zou eigenlijk mijn startnummer overnemen toen ik zo ziek was. Dat ik zei van, loop hem dan alsjeblieft voor mij. En nu kan ik hem alsnog lopen en heb ik via KWF nog een startbewijs voor haar kunnen regelen. En gaan we hem samen lopen. Ik heb gewoon een actiepagina op de KWF-site waar iedereen op kan doneren.
natuurlijk een heel bijzonder verhaal wat mij overkomt. Maar als je er daar dan iets heel moois aan kan koppelen, zoals de KWF. En inderdaad dat er al zoveel geld opgehaald is, dan ben ik er wel heel blij mee. Wilt u Luca en KWF sponsoren? Op de website van RTV Lansingerland staat een uitgebreid artikel met meer informatie over doneren. In 2022 werd het sportakkoord opnieuw ondertekend. Op woensdag 11 april van dit jaar kwamen meerdere partijen bij elkaar om over sport in Lansingerland te praten. Waarom organiseerde gemeente Lansingerland eigenlijk deze avond in het teken van sport? Omdat sporten heel erg belangrijk is voor jong en oud. Het is ook een hele belangrijke gemeentelijke taak, denk ik. Het is ook de taak van de gemeente om wat meer kwetsbare mensen aan het bewegen te krijgen. En daarnaast heeft het ook een hele belangrijke sociale functie. En ik vind altijd dat de verenigingen het cement in de samenleving zijn. Een vrije tijdsbesteding. Als je op een leuke manier je vrienden, vriendinnen ontmoet op een vereniging. Dan haal je geen kattenkwaad uit. En voor ouderen is het natuurlijk belangrijk dat je blijft bewegen. Dat is goed voor je gezondheid. Dus ja, er zijn heel veel redenen te bedenken om deze avond te organiseren. Ik heb weer eigenlijk nieuwe partijen gehoord die iets hebben waar ouderen aan mee kunnen doen. Dus die kunnen wij helpen ouderen te trekken naar hun activiteit. En dat kunnen wij ontsluiten. Mensen dus adviseren daar naartoe te gaan. Ik heb gezien dat er nog heel veel mensen toch wel geïnteresseerd kijken. Nog niets hebben van verenigingen, maar daar nu wel over nadenken. Dus daar liggen voor de toekomst nog kansen. En er zijn mensen die hebben zich aangeboden om met ons samen te werken. Dus daar gaan we mee aan de slag. Wat neemt u na deze avond mee naar de praktijk? Ik denk vooral heel veel nieuwe verbindingen, nieuwe connecties die er zijn gemaakt. Maar ook innovatieve ideeën, zeg maar, om verenigingen op originele manieren op de kaart te zetten en meer laten samenwerken. Dus echt van en met elkaar leren. Ik ben in ieder geval trots op alle vrijwilligers die geheel belangeloos zich iedere week weer uitsloven om allerlei mensen het naar hun zin te maken. Daar is de gemeente bijzonder dankbaar voor, want ja, het is een belangrijk onderdeel van je samenleving, sporten, verenigingsleven. Dus ik wil ze bij deze waanzinnig bedanken. En ik daag ze ook uit om er vooral mee door te gaan. Ook jongeren die wellicht weer actief kunnen worden binnen zo'n vereniging. Want ik meen het in alle oprechtheid, verenigingen, sportverenigingen, het is het cement in de samenleving en we moeten het koesteren. Dus dank! Een modefeestje, dat was het donderdagavond bij de Lakehouse. Onder het genot van een uitgebreid diner werd de nieuwste mode onder de aandacht gebracht. Het is de eerste keer. Het idee is ontstaan omdat we zien dat steeds meer bedrijven ook modeshows organiseren. En een winkel is gewoon geen winkel zonder modeshow. En het is ook stiekem mijn droom altijd al geweest. Want hoe leuk is het om een hele zaal vol met vrolijke, gezellige dames te kunnen entertainen met kleding. Lakehouse heeft natuurlijk een hele mooie locatie. Ik vind het eten heel goed. De drank wat ze serveren vind ik ook helemaal bijpassen bij het thema. Ja, en uiteraard het mooie uitzicht. Het is zo mooi. En ik denk dat daarom ook de zomerkleding ook extra mooi in uitkomt. Is het stressvol, zo'n modeshow? Kan je het mensen aanraden? Als jij niet van stress houdt, dan kan ik het niet aanraden. Het is vooral heel veel regelwerk vooraf. En als jij gewoon goede mensen hebt die er ook staan die avond. Ik ben zelf wat minder goed in tijdsbeheer. En daarom heb ik ook hier een collega rondlopen. En die beheert eigenlijk echt de tijd. Ik heb ook stylistes rondlopen hier. Van alles, echt heel veel mensen helpen je. En dat is wel heel erg belangrijk met het regelen van een modeshow. Dat je de juiste mensen op de juiste plekken zet. En zelf ook je eigen sterke eigenschappen toepassen in het evenement en vooral niet de dingen doen als je weet dat je daar niet goed in bent of dat je dat niet leuk vindt. Dus dat is echt mijn tip. De mensen zijn heel enthousiast en ze reageren leuk en ja, daar krijg je ook wel energie van en denk je oké, ja, wordt leuker daardoor. En lopen jullie vaker modeshows? Nee, dit is mijn eerste keer. Ik had het altijd al een keer willen doen, maar het kwam er nooit van. En vroeg Amber van, wil je meedoen? Ik zei, ik hoef er niet over na te denken. Wij vinden het leuk om ondernemers uit de buurt ook een beetje te steunen in deze moeilijke tijden momenteel. En daarvoor hebben wij Amber en Kooloptiek uitgenodigd om een prachtige modeshow hier te houden. Het is daarvoor een succes, uitverkocht en allemaal blije gezichten aan tafel. Dus wij zien het als een fantastische avond. Ja, heel gezellig. Lekker eten, leuke sfeer, goede muziek, lekkere wijn. Ja, heel gezellig. Dus eigenlijk een topconcept. Dit moet volgend jaar weer. Tot zover deze uitzending van Lansingerland Actueel. Ga voor meer reportages naar onze website rtvlansingerland.nl of kijk op de socials.
Ik wil bedanken voor het kijken en wens u nog een hele fijne dag. Heeft u zelf een leuke nieuwsvideo of een tip voor onze redactie? Mail dan naar nieuws@rtvlanzingerland.nl of ga naar onze website en klik op onze WhatsApp-tiplijn.